welkom bij deze weekvlog. Het is maandag en we zijn dit weekend op pad geweest. We hebben gekampeerd, Thomas en ik. En het was super lekker. Het was natuurlijk echt super lekker weer. En vandaag is het ook echt heel warm. Volgens mij is het iets van 28 graden of zo, zoiets. Ik zal zo even kijken en het hier neerzetten, als ik het kan vinden. Maar helaas kan ik niet stilzitten, want ik moet nog opruimen van het weekend. Want we zijn wezen kamperen en nou ja, dat geeft nogal wat rommel. En gisteren kwamen we best wel laat thuis. En toen hadden we gewoon echt geen zin om op te ruimen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ben al wel een beetje begonnen. Ik heb de was al opgeruimd. Maar ik moet nog wat laatste dingetjes opruimen. Dus ik dacht, ik film dat gewoon. En voor de rest ga ik vandaag denk ik niet heel veel doen. Want het is echt veel te warm. Het is ook veel te warm te bewegen. Maar ja, het moet toch opgeruimd. En anders wordt het alleen maar vies. En nou ja, ik vind het gewoon fijn als het weer netjes is. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb trouwens dit roze jurkje aan van Cider. Ik weet dat heel veel mensen niet heel enthousiast zijn over die website. Ik moet zeggen dat ik ook niet heel enthousiast was over de kleding. Maar ik vond het op zich wel leuk. Ik vond dit jurkje heel erg leuk. Het is wel een beetje een rare glibberstof. Maar het is zo warm. En nee, dit is een van de weinige echt korte jurkjes die ik heb. Dus ik dacht, doe hem gewoon aan. En hij staat dus zo. Maar ik vind vooral de voorkant hier heel erg leuk. Al mijn hoofd snijdt het af, sorry. Maar ja, dit is dus het jurkje wat ik vandaag aan heb in de bloedhitte. En hier staan de spullen die ik moet opruimen, dus dat ga ik nu doen. Ben die deze kent, maar deze snoepje salmiak kogels heet ze blijkbaar, heb ik echt al zo lang niet gehad. Vroeger toen ik nog op zwemles zat als klein kind, toen hadden ze bij het zwembad altijd zo'n snoepautomaat, weet je wel. En ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat je bepaalde snoepjes hebt uit je jeugd die je gewoon niet kan vergeten. En als je ze weer een keer hebt, dat je echt denkt van oh mijn god, ik heb dit gemist. Nou, dat heb ik dus met deze altijd. Hadden ze een rolletje van 5. En ze hadden ze ook in het rood, volgens mij. Samyakkogels. En nou ja, die nam ik altijd als ik na zwemles klaar was. Dan mocht ik altijd een snoepje uitkiezen. En dan nam ik altijd deze. Ik weet weer wat mijn nieuwe verslaving wordt voor de aankomende tijd. Want ik heb altijd, als ik dit soort dingen eenmaal heb gehad, dan kan ik het niet meer vergeten. Ik vind deze zo lekker. Maar ik probeer er wel altijd heel voorzichtig mee te zijn. Niet te veel te snoepen en gewoon eentje te nemen als ik er een keertje zin in heb. Maar ik eet nooit in één keer zo'n heel ding leeg. Dus ik kan er weer lekker mee voort. Want er zit er hartstikke veel in. Dus ik heb denk ik voor de aankomende maanden weer wat te snoepen. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag, de volgende dag. En zoals jullie zien zit ik lekker buiten. Het is namelijk nog warmer dan gisteren. Dus ik liep gisteren al te klagen. Maar het is vandaag 34 graden en het wordt volgens mij iets van 36 graden rond een uurtje of 5. Ik was van plan om van alles te doen vandaag en dat allemaal te filmen. Maar het is gewoon echt veel te warm om überhaupt iets te doen. Dus ik heb besloten om gewoon in de tuin een boekje te gaan lezen. Ik hou echt heel erg van lezen. Het geeft me altijd heel erg rust. Dus dat ga ik lekker doen. Ik zit lekker buiten in het zonnetje. Toos en ik zat er wel aan te denken om misschien zo meteen naar het strand te gaan als hij klaar is met werk. Om nog even een duikje daar te nemen. Dus misschien dat ik daar nog wat van kan filmen. Maar ja, vandaag is gewoon echt een beetje een hangdag. Er is ook een soort hitteplan of zo. Wat voornamelijk betekent dat de overheid zegt, beweeg niet, drink genoeg water, dat soort dingen. Dus ik dacht, laat ik dan nu niet van alles gaan doen. Ik heb alles naar morgen verschoven. Maar nu ga ik gewoon lekker chillen en lekker niks doen. Het is donderdag en zoals jullie hebben gezien heb ik gisteren niet gefilmd.
Ik ben het eigenlijk een beetje vergeten om heel eerlijk te zijn. Want ik heb gisteren een nieuwe fiets gekocht omdat ik natuurlijk een nieuwe baan heb. En daarvoor heb ik een fiets nodig om van station Hoofddorp naar de plek te gaan waar ik dan werk. Omdat iets van 20 minuten lopen is en ik heb heel veel stress omdat ik moet gaan reizen en ik eerst thuis werkte. Dus mijn ouders hebben aangeboden om dan een nieuwe fiets te kopen zodat de stress wat minder is en ik wat sneller ook weer aan het eind van de dag thuis ben. Dus dat is super fijn. Dus daar ben ik eigenlijk gisteren mee bezig geweest. En voor de rest heb ik eigenlijk heel weinig gedaan gisteren. En ik heb dus gewoon niks gefilmd. De afgelopen dagen was het natuurlijk echt super, super warm. Maar het regent nu eindelijk. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar ja, alles koelt een beetje af. Dus dat is super fijn. Ik kan ook eindelijk een lange broek aan. Waar ik heel blij mee ben, want dat zit gewoon een stuk lekkerder. Nu loop ik een beetje achter met mijn filmpjes. Dus ik moet vandaag wat gaan editen. Dus dat ga ik een beetje filmen, denk ik. En nou ja, ik zie wel wat ik voor de rest van de dag ga doen. Ik laat het een beetje op me afkomen. En ik heb voor de rest dus niet echt wat gepland om te filmen. Maar we gaan het zien. Is. Ik heb namelijk mijn oude Nikon camera erbij gepakt die ik een paar jaar geleden heb gekregen van mijn ouders. Want tot nu toe filmde ik altijd op mijn iPhone, want ik dacht dat is lekker makkelijk. Wat ook gewoon al zo is en ik ga hem waarschijnlijk ook nog wel gebruiken als ik buiten ga filmen. Maar ik merkte dat vooral binnen, als het een beetje slechte verlichting is, dat dan de beeldkwaliteit heel erg naar beneden ging. En dat vond ik gewoon heel erg jammer. Dus ik dacht ik ga kijken of ik thuis dan voortaan via deze camera kan filmen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, of het een beetje bevalt. Ik ga het gewoon voor deze weekvlog uitproberen. Thomas en ik zijn nu van plan om te gaan puzzelen. Het is 9:15 en Thomas is voornamelijk bezig met leren, maar hij is nu gestopt. Dus we gaan samen puzzelen als een soort van oud stijl, om het zo hard te zeggen. Dat is een beetje begonnen toen corona net opkwam. Toen ben ik heel erg gaan puzzelen om ervoor te zorgen dat ik gewoon nog een beetje goed in mijn hoofd bleef. Omdat ik toen natuurlijk heel erg last had van mijn angststoornis aan het begin. Dus toen ben ik heel erg gaan puzzelen en aan luisterboek luisteren. Dat was echt het ding wat ik dan deed om een soort van uit mijn hoofd te komen. En dat puzzelen is eigenlijk een beetje blijven hangen omdat het gewoon eigenlijk heel gezellig is om te doen. Je kunt ook een YouTube filmpje opzetten, maar je kunt ook muziek opzetten of wat ik zeg een luisterboek, wat ik dan heel fijn vind. En voor Thomas heb ik dan een 3D puzzel van Game of Thrones voor zijn verjaardag gegeven vorige maand. En dat is best wel grappig omdat het een hele andere vorm van puzzelen is. Het is echt heel moeilijk want hij is helemaal grijs. Ik vind het echt een hele moeilijke puzzel terwijl ik dat niet had verwacht omdat het veel makkelijkere stukjes zijn, dacht ik. Maar ja, dat gaan we dus lekker doen de rest van de avond. Dat ging best wel goed. Ik ben bijna klaar. Ik moet 9 september voor de eerste keer proberen met afrijden. Dus dat begint echt al op te schieten. Super spannend natuurlijk. En ik heb mijn fiets even op Hoofddorp gezet met mijn vader. Zodat als ik maandag begin bij mijn nieuwe baan, ik daar mijn fiets meteen heb. We zijn er al 1 keer eerder geweest. En het is een iets grotere boekenwinkel. Dus we gaan daarom met de auto daar naartoe. Maar ik zal wel even wat filmen. Want het is echt een hele leuke boekenwinkel. Dus dat zijn we aan het doen. Zoals jullie zien ben ik weer thuis en ik ben natuurlijk naar het boekwinkeltje geweest.
En ik weet niet of jullie het leuk vinden om dit te zien, maar ik dacht misschien leuk om een kleine soort shoppinghaul te doen, maar dan voor de boeken. Eén ding wat ik heel erg leuk vond in de boekenwinkel was dat ze van een bepaalde uitgeverijserie-achtige stijl allerlei verschillende boeken hadden uitgegeven. Dus daar heb ik een aantal van gekocht, want ik dacht dat staat gewoon super cute op een plank. Ik heb 4 boeken van die serie gekocht en nog 2 andere boeken buiten die serie om. Het eerste boek wat ik heb gekocht is Pride and Prejudice. Dit boek heb ik nooit gelezen. Volgens mij heb ik hier wel al een uitgave van. Ik weet dat het echt zo'n oldschool boek is die je eigenlijk als je van romans houdt en van romantiek en van enemies to lovers houdt, dat hele idee. Dat dit een boek is die je eigenlijk een soort van wel gelezen moet hebben. Dus daarom dacht ik van wel heel erg leuk om die te kopen en heel veel series en films die je kijkt. Ja, daar wordt dit boek in gerefereerd en ik had altijd zoiets van ja, ik moet dat boek dus echt een keer gaan lezen. Zodat ik weet waar ze het over hebben. Wat ik zo leuk vind aan deze uitgave is dat er dus een illustratie op staat. En het is een goud glimmend folie zit erop gedrukt. En op de achterkant staat eigenlijk geen uitleg over het boek, maar er staat We are all fools in love. Het tweede boek dat ik heb gekocht is van dezelfde serie, is Little Woman. En ook hierbij zijn dus illustraties en op de achterkant staat dan een kleine quote. Hier staat I could never love anyone as I love my sisters. Deze is volgens mij verfilmd, maar die heb ik nooit gezien en ik was gewoon heel erg benieuwd naar het verhaal. En volgens mij is het ook echt zo'n klassieker die je gewoon een keer gelezen moet hebben. Dus ik dacht wel heel erg leuk om daar dan een kleine miniserie van te hebben. Dat staat gewoon heel leuk naast elkaar en dan kan ik ze eindelijk een keer lezen op vakantie bijvoorbeeld. Het derde boek wat ik heb gekocht is Emma. En ook hierbij is het dus weer met zo'n glinstertje en op de achterkant een tekstje. Ik hoop dat je het een beetje kan zien op de camera. Hier staat You must be the best judge of your own happiness. En dit is het boek van Jane Austen. En het vierde boek, het laatste boek van deze serie, uitgavenserie, is Anne of Green Gables. Ik ken dit boek niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik vond het zo leuk, die voorkant. Dus ik dacht van, ik koop hem gewoon en ik zie wel. Het zal vast wel een leuk boek zijn. Life is worth living as long as there's a laugh in it. Staat er op de achterkant. En dus ook weer hele schattige illustraties. En als je die boeken dan naast elkaar hebt, dan ziet het er dus zo uit. Op de plank. En ik vind dat zo schattig staan. Want het echt van die pastelkleuren zijn. En met zo'n gouden glimmer in. Vind ik echt heel cute. Dus ik ben er heel blij mee. En ik heb er wat te lezen. En los van die serie heb ik dus nog 2 andere boeken gekocht. Ook allebei Engelse boeken. Ik ben zelf heel erg van de romans. Ik vind het altijd heel erg lekker om gewoon lekker romantiek te lezen. Ik word daar gewoon blij van. Al ben ik ook heel erg van de fantasyboeken, maar die zijn soms wat zwaar of wat negatief. Dus ik vind het altijd lekker om in de zomermaanden een beetje romantische boeken te lezen. En dan in de wintermaanden ga ik altijd die lekkere, dikke fantasyboeken lezen. Het eerste boek wat ik daarvan heb gekocht is November 9 van Colleen Hoover. Ik heb heel veel boeken van haar gelezen al. Het zijn echt van die lekkere wegleesromans. En ja, daar kun je eigenlijk nooit mis mee gaan. Ik vind haar een hele fijne schrijfster. Het leest gewoon echt heel erg lekker weg. Het zijn ook niet hele dikke boeken. Dus ik heb dit vaak echt in een dag al uit. Maar dit zijn echt van die boeken die ik meeneem als ik ergens naar het strand ga. Of lekker in het park ga zitten. En ze zijn heel licht, waardoor het gewoon makkelijk in je tas mee te nemen is. En het tweede boek dat ik heb gekocht is Things We Never Got Over. Ja, dat is ook weer gewoon zo'n lekkere wegleesroman. Dus ik heb er 6 boeken om lekker te lezen. En de rest van de avond ga ik gewoon lekker met Thomas chillen. Want Thomas heeft zijn toets gehaald. Hij is nu bezig met allerlei IT-toetsen doen. Omdat hij zich aan het omscholen is. En hij heeft nu een toets gehaald waar hij de afgelopen weken echt elke avond keihard voor heeft geleerd. Dus we gaan vanavond lekker een drankje doen. En lekker een filmpje kijken. En lekker, nou ja, even relaxen. Omdat hij eindelijk een avondje vrij heeft. En ik hoop dat de kwaliteit ook een beetje beter wordt nu ik een andere camera heb. En dat het dan ook weer wat leuker wordt om naar te kijken. Ik merk dat ik steeds makkelijker word en steeds beter word in hoe ik het nou moet filmen. En ik begin het echt heel erg leuk te vinden, het vloggen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om naar te kijken. En dan zie ik jullie morgen. Zoals jullie zien zitten we lekker in de tuin. Het is echt super lekker weer. En we zijn een spelletje aan het doen, Exploding Kittens. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar ik vind het best wel grappig om te doen. En het is echt een spelletje wat je ook goed met z'n tweeën kan doen. En daar zijn we niet zo heel veel van. Vanavond gaan we lekker barbecuen. Super veel zin in. Nu al honger, zoals altijd. Als ik weet dat ik iets lekkers ga eten. Maar voor nu gewoon even lekker in de tuin.